Hoi, Roy Verossum hier van het kanaal Goochelen Doe Je Zo. Ik neem deze keer over van Jesper, want het verhaal van vandaag heeft een magisch tintje. Is de magische kogel het antwoord op de Kennedy-moord? Op 22 november 1963, om 12:30, reed president John F. Kennedy door Dallas in Texas. Hier werd hij beschoten en vermoord. De moord schokte de natie en de politie reageerde snel. Diezelfde dag nog werd Lee Harvey Oswald opgepakt en verdacht van de moord op Kennedy. 2 dagen na zijn aanhouding werd Oswald vermoord op de stoep van het politiebureau door nachtclub-eigenaar Jack Ruby. Door deze actie bleef de waarheid verborgen. Harvey Lee Oswald had namelijk nog geen schriftelijke verklaring gegeven. Vele Amerikanen dachten aan een samenzwering tegen de president. De overheid sprak echter over Oswald als een eenzame schutter, een gek die de president vermoordde zonder hulp van buitenstaanders. Maar kan een alternatieve theorie bewijzen dat er nog een schutter was? Strikt geheim komt met de theorie van de magische kogel. De theorie rondom 1 magische kogel werd bedacht door Arlen Specter, een onderzoeker van de Warren-commissie. Deze Warren-commissie werd opgericht door de nieuwe president Lyndon B. Johnson een week na de aanslag. De commissie moest onderzoek doen naar de liquidatie en concludeerde dat Lee Harvey Oswald alleen had gehandeld. Dit hadden ze gebaseerd op getuigenverklaringen en forensisch onderzoek. Oswald zou hebben geschoten vanaf de 6e verdieping van het gebouw van de Texaanse schoolboekenopslag. Hij zou 3 schoten hebben gelost met een Italiaanse carcanogeweer. Het eerste schot was mis. Het 2e schot doorboorde Kennedy's hals. Het 3e schot was fataal, in het hoofd van de president. Echter was Kennedy niet het enige slachtoffer die dag. Gouverneur John Kennedy zat voor de president in de limousine. Hij werd geraakt in zijn rug. De kogel verliet zijn lichaam via zijn borst, verbrijzelde zijn pols en raakte gewond aan zijn heup. Volgens de Warren-commissie was een enkele kogel, het 2e schot, de oorzaak van de verwondingen van Kennedy en Connally. Als dit waar is, heeft de kogel 15 lagen kleding, 7 lagen huid, 40 centimeter vlees, een stropdas, een aantal ribben en een ellepijp doorboord. Deze kogel werd gevonden op een brancard in het Parkland ziekenhuis waar Kennedy en Connally heen gebracht werden na de schietpartij. De commissie van Warren nam aan dat dit de 2e kogel was die door Oswald werd afgevuurd. Afgezien van de extreem goede staat waarin deze kogel verkeerde, is het mogelijk dat dit de kogel was die al deze verwondingen had veroorzaakt. De conclusie van de commissie was gebaseerd op 2 bewijsstukken. Het eerste was een amateurfilm van kleermaker Abraham Zapruder. Zijn camera nam het exacte moment van de schietpartij op, inclusief het fatale schot in het hoofd. Deze video hielp de commissie met het bepalen van de timing van de schoten. Nu weten we dat alle 3 de schoten binnen 7,5 seconden werden afgevuurd. Het 2e bewijsstuk was meer een aanname, namelijk de aanname dat Oswald de enige schutter was en dus binnen 7,5 seconden 3 kogels kon schieten. Legerspecialisten concludeerden dat het niet mogelijk was om meer dan 3 kogels te schieten binnen deze tijd. Aangezien het 1e schot miste en het 3e schot fataal was, moest het 2e schot logischerwijs de oorzaak zijn van alle andere niet-dodelijke verwondingen, zowel bij Kennedy als Connally. Dit is de theorie van de magische kogel. Wat zou dit voor een magische kogel kunnen zijn? Hoe is dit mogelijk? Deze theorie heeft echter veel tegenstanders. Volgens deze critici had de kogel door de keel van de president moeten schieten, midden in de lucht moeten stoppen om rechtsaf te draaien. Connally's rechterschouder moeten doorboren, bij zijn ribben zijn lichaam moeten verlaten, rechtsaf zijn gegaan om zijn pols te doorboren en vervolgens via links zijn dijbeen te raken. Dit is overduidelijk tegenstrijdig met logische natuurkunde. Nu zelfs de Warren-commissie zei dat Oswald niet meer dan 3 kogels had kunnen schieten, was de enige logische verklaring een 2e schutter. De 1e kogel was mis, de 2e in de nek van Kennedy, de 3e raakte Connally en de 4e was fataal. Als het 2 schutters waren, dan moest er wel een complot gesmeed zijn tegen de president. 3 leden van de commissie kwamen openlijk naar buiten met hun twijfels over de bevindingen van het rapport. En zelfs president Johnson was sceptisch. Erger nog, Robert Kennedy, advocaat en broer van John F. Kennedy, noemde het Warren-rapport een slordig werkstukje. In 1976 werd een nieuw onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen op die fatale dag. Geluidsfragmenten van de opnameapparatuur aan boord van de auto werden geanalyseerd. Hieruit bleek dat er daadwerkelijk een 4e schot te horen was en daarom dus een 2e schutter. Er kon helaas niet worden achterhaald wie de 2e moordenaar was en hoe groot het complot was. In 1980 deed de FBI weer onderzoek naar deze geluidsbanden en concludeerde dat er geen 4e schot te horen was. Ze waren ook niet in staat om te bevestigen dat het geluidsfragment überhaupt van dat moment was. Maar wat is het effect van deze onderzoeken op de theorie rondom de magische kogel? Dale Myers, een computeranimator, begon in 1993 een project dat 10 jaar zou duren. Hij maakte een 3D-animatie van de moord op Kennedy op basis van alle gegevens die hij kon vinden. Zoals kaarten, bouwtekeningen, filmmateriaal en getuigenverklaringen.
Hij ontdekte dat de theorie van de magische kogel de juiste was. Hoe kan een kogel magisch worden beïnvloed? Wat was het geheim? Kon een kogel daadwerkelijk van richting veranderen in de lucht door middel van een speciale aanpassing? Het antwoord lag in de opstelling van de auto. Het leek alsof Connelly recht voor Kennedy zat, maar dit bleek een optillusie. Hij zat eigenlijk 8 centimeter naar rechts. Ook werd eerst gedacht dat Connelly recht vooruit keek, maar de videobeelden laten zien dat hij zich had gedraaid om te kijken waar het eerste schot vandaan kwam. In deze positie is het mogelijk dat één enkele kogel al deze wonden had veroorzaakt. Niet zo magisch als op het eerste oog leek, puur door de kracht van optische illusies. Connelly blijft bij zijn standpunt dat de Warren-commissie en de FBI fouten hebben gemaakt en een incorrect rapport hebben uitgebracht. Als dit waar is, dan zou het kunnen zijn dat de Amerikaanse overheid het Kennedy-complot verborgen wilde houden. In de officiële verklaring staat nog altijd dat president John F. Kennedy het slachtoffer was geworden van een eenzame schutter. Let op, niet wegklikken. Als je nu op de oplichtende video op het scherm klikt, ga je naar een geheimzinnige goochelvideo die ik samen met Roy heb gemaakt op zijn kanaal. Als je op je mobiel of op je tablet kijkt, dan staat het linkje natuurlijk gewoon in de videobeschrijving. Abonneer je dus snel op Goochelen Doe Je Zo van Roy voor nog veel meer magische goochelvideo's. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video op Strikt Geheim. Bedankt voor het kijken.